Goedendag, Frank Blank hier. Vandaag met een video over stel je bent opgebouwd nadat je bent achtergekomen van ik eet best wel weinig calorieën en ik kan niet meer afvallen, dus ik moet even tijdelijk omhoog in calorieën en ik ga weer omlaag. Hoe je dat nou precies doet en hoe je daarna verder gaat. Ik had zojuist een gesprek met iemand op de Facebook Messenger en die was opgebouwd en die dacht dat hij gelijk weer moest afbouwen. Dat is niet het geval. Stel, je hebt dit gedaan. Je had 1200 calorieën en je kwam er gewoon achter. Ik sta echt stil op dit punt, ik val niet verder meer af. De beste stap die je dan kunt doen is geleidelijk opbouwen naar je onderhoudsniveau en dan weer opnieuw gaan beginnen met diëten. Dus diëten moet je dan op dat moment even uit je hoofd zetten, even tijdelijk omhoog, zodat jouw stofwisseling gaat aanpassen aan de hoeveelheid calorieën die je eet. Dus het wordt weer gewend om wat meer te verbranden en dan ga je weer opbouwen. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen, laat zeggen, dit is bijvoorbeeld als je van 6 weken, je doet 150 calorieën per week bij, totdat je ongeveer op je onderhoud zit van 1950 calorieën. Dit is gewoon een praktisch voorbeeld van hoe het er ongeveer uit zou zien. Voor iedereen is dat verschillend. Als je daar meer informatie over wilt, stuur even een messengerbericht. Dan kan ik hem aangeven van wat voor jou ongeveer een goede hoeveelheid is. Nou, als je hier bent en je gewicht stabiliseert op de 1950 calorieën. Dus ik heb even iemand van 85 kilo genomen, dus zal dit calorieaantal niet bij kloppen. Maar stel, je gewicht blijft een beetje hangen op dat gewicht. Dat is eigenlijk het moment pas dat je weer omlaag gaat. Dus je gaat net zo lang opbouwen totdat jouw gewicht niet meer in één keer omhoog schiet. Want in het begin ga je heel veel vocht opslaan. Maar je gewicht gaat op een gegeven moment afvlakken en dat gewicht gaat een beetje blijven hangen. Nou, op dat moment kun je weer starten met het inzetten van een negatieve energiebalans waarbij je dus omlaag gaat. Dan zou ik zeggen, doe een kleine vermindering. Misschien 100 calorieën. Dus je gaat op 1850 calorieën. Ga je op dieet in plaats van de 1200 die eerst in dieet was. Het doel is eigenlijk 0,5% per week afvallen. Je gaat dat pas veranderen op het moment dat je dat niet haalt. Nou ga ik misschien wel het meest belangrijke vertellen waar heel veel mensen de fout in gaan. En dat is niet controleren of ze daadwerkelijk wel zijn afgevallen. Want ik ga je een voorbeeld geven. Je hebt week 1 en je hebt week 2. Elke ochtend zegt er iedereen altijd, ga op de weegschaal staan. Anders ga je niet weten wat er gebeurt. Want ik ga je nu zien, week 1, het gemiddelde is 85,6 kilo... Week 2 is 85,2 kilo. Nou, 0,5% van 85 kilo is 400 en 500 gram. Dus in principe is deze persoon afgevallen. Zou je nou alleen, laten we zo zeggen, op zaterdag hebben gewogen en op zondag, dan denk je van, het resultaat is best wel goed. Maar heb je het op zondag en zaterdag gedaan, dan denk je in één keer, ik ben 600 gram aangekomen in een week tijd. Dit werkt niet. Daar gaan mensen de fout in. Door niet consequent op hetzelfde tijdstip te weten. Want we kunnen ook 2 dagen pakken van, hier ben je in één keer 1,1 kilo gevallen, maar er zijn ook dagen waarbij je in één keer bent aangekomen. En dat is iets waar je voor wilt behoeden. Tot je op een verkeerd moment meet, waardoor je in één keer tijdelijk veel zwaarder bent. Een gemiddelde is altijd beter. Kan je niet elke dag wegen, minimaal 4 keer per week in de ochtend, reken het gemiddelde uit. Op gemiddelde val je af. Je valt niet af per dag, je valt af over een langere periode. Dus ga je gemiddelde berekenen en ga je verschil in gemiddelde zien, dan weet je daadwerkelijk wat er gebeurt met jouw lichaam. Nou, dat is de belangrijkste tip die ik mee wil geven. Mocht je hier hulp bij hebben, ik heb nog wat plekken over in mijn online coaching voor de rest van het jaar. Mocht je daar interesse in hebben, klik de link hieronder. En wie weet kan ik jou helpen met jouw doel. Nou, wens je een fijne dag en tot morgen.